Nou, we zitten hier in jullie oefenruimte in het bos. Nou, eerst even de flauwste vraag. Wat is jullie favoriete Kevin Costner film? Bill Durham. Ja, dat is met die honkballers, hè? Nee, dat is met golf, denk ik. Oh, nee, Field of Dreams. Zijn we fan? Of, Nee. Nee, ook geen anti-fan, maar... We hebben niks met die man. Behalve een naam gemeen. Dat is toevallig, hoor. Dat wisten we niet van tevoren. Waar komt hij vandaan? Nou, we hebben ooit... zijn we met z'n drieën... Met drie van ons zijn we naar Frankrijk gegaan... om daar op vakantie in een oud spoorwagenhuisje muziek op te nemen. Als een soort alternatieve vakantie. Was leuk. Hadden we opeens allemaal liedjes. En toen dachten we van, nou, dat is eigenlijk best oké. Toen dacht George, want die woont in Nijmegen... we gaan meedoen aan de grote prijs van Nijmegen. Aan de Roos van Nijmegen. En toen zaten we in de kroeg en toen hadden we een invulformulier. En er moest ook een naam op staan. En toen hebben we gedacht dat we de Kevin Costners zouden heten. We hadden niet net iets te veel gedronken. En het was kiezen tussen de Harrison Ford Fiesta... The Burning Flames of Fire of de Kevin Costners. En toen is het dan maar geworden. Dat kwam eigenlijk omdat ik... Harrison Ford Fiesta is ook niet slecht. Nee, ook, okay. Was... Achteraf hebben we spijt, want ja. dat was ook wel tof. Dat was goed geweest. Ja. Maar het werd de Kevin Costners. Ja, ik heb 15 jaar geleden in een garage rockbandje gezeten, 2 weken lang. En daar heette de Kevin Costners en die naam... Die kon ik nog onthouden na 12 jaar, dus dacht ik van, nou, misschien kunnen mensen onze naam van onze nieuwe band vast ook wel onthouden. Ja, even weer terug naar die vakantie in Frankrijk. Dat was echt dus een beetje het oerbegin van de band. Ja. En wie waren dat? Wij twee en George, de gitarist. Oké, en want jullie wonen door het hele land en voor de helft in België ongeveer. Waar kennen jullie elkaar van oorspronkelijk? Wij drieën, dus Bouke en ik en George kennen elkaar uit Den Bosch. Al vanaf dat we 14, 15, 16 waren. Bast, de toetsenist, en Rick, de bassist, die kennen wij sinds dat ze ons hebben vervoegd, zeg je dat zo? Ja, dat ze bij ons zijn komen spelen. Omdat wij dus live wouden gaan spelen, de liedjes die we hadden, hadden wij een band nodig. Inclusief toetsen en bas. Dus sindsdien zijn die vrienden erbij. Oké. Maar jullie, dat huisje in Frankrijk, dat was puur gewoon een vakantie voor de lol en... Of ja, eigenlijk bedoel als muziekvakantie? Ja, toch wel. Ja. We hebben een busje ingeladen vol met onze instrumenten. Zijn er aan toe gereden met het idee van we gaan liedjes maken en opnemen. Heel rudimentair. En kijken wat er gebeurt. Het was eigenlijk een alternatief. We gingen elk jaar deden we een citytrip voor een weekje of zo. Een keer naar New York geweest. Istanbul. En toen dachten we, nou, waarom gaan we niet een weekje muziek maken in plaats van in een vliegtuig zitten en... Zodoende.